Dennis, wat moet je nou, jongen? Wat wil jij nou, jongen? Ja, weg, jongen. Pannenkoek. Ja, mag jij zeggen. Ja, vind ik. Ja. Vind je ook een pannenkoek? Ja. Frans en Aniel gaan terug naar hun post. Al snel een melding van een volgende overtreder. Komt iemand met mij toe met een groene trui en een stadtas? Die heeft een dooddeur aan deze kant opengemaakt. Groene trui, zwarte tas. Ja, oké. Okay. Er rond haar. Ja, die komt nu naar boven toe. Goedendag. Hi. Hey. Je doet dat verkeerd. Sorry? Je doet dat verkeerd. Oh, is goed, hoor. Ja. Ja, nee, je moet even laten staan. Sorry. Ja? Ja, heb jij een ID bij, hè? Ja, heb ik. Ja, waarvoor ga je door de nooddeur? Sorry? Waarvoor ga je door de nooddeur? Ik moest even snel iemand ophalen en toen ben ik ook helemaal... Ja, maar dat mag niet, hè? Oh, echt niet? Nee, dat is niet toegestaan. Oh, dat... Hm? Hè? Ja, nee, ik ben gewoon helemaal terug... Kom even bij me staan. Wat heb je precies gedaan? Ik ben gewoon heen en terug door de auto gegaan. Ja, maar waarom? Omdat ik hem moest wegbrengen en ophalen en ik had geen OV bij me. Je hebt geen OV bij je. Je bent wel heel eerlijk, tijd maar. Niet eens dat ik geldig was. Nee, maar je bent pas 16 jaar. Klopt. En dan doe je al dat soort foute dingen. Dat is wel niet goed. Nou, ik zag er niet heel erg veel verkeerd zijn eigenlijk. Nee, maar dat mag niet. Weet je wat het kost? Wat was het, normaal kost het €95, hè? Hoe oud is hij? Hij is 16 jaar, maar... Is hij al 16? Ja. Dus dat is het €100 plus €9. Ja, onder de 16. Is een hele hoop geld. Dus ben je €109 kwijt. Waar gaat het over? Krijg je die boete voor geen mondmasker? Nee, meneer. Iets van hier hoort anders. Hoort hij erbij of niet? Nee, vraag het alleen aan. Nee. Terwijl Frans nog met de jongen in gesprek is, besluit een volstrekte vreemde zich ermee te gaan bemoeien. Doe ook mijn werk, ik sta hier gewoon. Ja, we waren bezig met de nooddeuren bij de metro hier in de Eihal. En inderdaad kwam er weer eentje door de nooddeur. Die gebruikte de nooddeur om eruit te komen. Meneer staande gehouden, was een jongen van 16 jaar. Wilde ik een waarschuwing geven. En toen kwam er opeens meteen een meneer bij staan en die bemoeide zich ermee. En die wist begot niet waar het over ging. Dan zou je daar even naar buiten willen nu? Nee. Ja, ik vorder jullie om naar buiten te gaan. Waarom? Nu. Voor wat zijn ze hier aan het doen? Ja, nee, dat gaat er niet aan. Dan gaat jij helemaal niks aan, jongen. Ja, ga even lopen. Nou, dan gaat je helemaal niks aan. Lopen. Je hoeft niet aan te raken, hè? Nee, gaat nu lopen. Lopen niet aan te raken. Nu lopen. Nee, ik raak je me aan. Ja, omdat ik hem aan raak. Waarom duw je me? Ja, omdat ik hem aan raak. Wacht, laat me even mijn orderbus opzijden. Wat ga je doen? Nee, gaat niet in de tas. Je gaat hier eruit, man. Wil je kom, van me, kom even van de eruit, man. Luister nu, hè. Wat raak je me aan, vriend? Ja, je bent bemoeid met ons werk. Dan kunnen we ons werk ik niet doen. Ik vraag me af waarom het gaat. Nee, het gaat hier niet echt aan. Waarom is deze voor wie ben jij dan, snotneus? Wie ben jij dan, mafkees? Gaat er nu uit. Pannenkoek, wat wil je dan? Je gaat er nu uit. Wat ga ik er nu uit? Je gaat er nu uit. Ja, kom maar. Raak me aan. Ja, hey. Raak me aan. Wat wil je eigenlijk? Raak me aan. Ja, je gaat hier weg. Ja, ga je daar. Daar mag je staan, ja. Ja, daar mag je staan. Ja, wat wil je dan doen? Ja. Als je bier binnenkomt, krijg je boete voor 3 dagen van een mondkapje. Nu krijg je een waarschuwing. Hij was niet tot rijden vatbaar. En gezegd dat hij het station moest verlaten. En blijf maar doorgaan. Nou ja, hij was op een gegeven moment het station uit. Riep nog wat dingetjes tegen ons. Maar dat heb je tegen het uniform. Dus vind ik niet eens zo erg. Volgens mij heb je gewoon zin in een ritje politiebureau, of niet? Wat dan? Wil je aangehouden worden? Want je gaat de openbare orde verstoren nu, hè? Ik verstoor helemaal niks. Ik ben niet klaar. Straks heb je spijt als je naar het bureau eindigt, hè? Ik heb geen spijt. Kom maar. Oké, ik geef je een waarschuwing. Klaar nu. Je weet niet wat er gebeurd is. Geef je een waarschuwing? Ga je me een schriftelijke waarschuwing geven? Nee, je weet niet wat er gebeurd is. Je gaat zo met ons werk bemoeien. Waarom deze camera's erbij staan? Want ik wil jullie droeftoeters. Het is openbare ruimte. Jouw droeftoeter? Ja. Jij bent de grootste. Jou de allergrootste. Jij bent de grootste droeftoeter dus. Wat moet je nou, jongen? Wat wil jij nou, jongen? Ga weg, jongen. Pannenkoek. Ja, mag jij zeggen. Ja, vind ik. Vind je ook een pannenkoek? Ja, maar hey. Wacht even nu. Ja. Ik heb een rechtlijst, begrijp je? Ja, zeker. Oké. Je bent in de boeien? Je maakt van jullie moeilijk.
Okay. Ja, als je geweld gaat gebruiken, gewoon nog meer geweld gebruiken. Aangehouden en afgevoerd worden omdat je je bemoeit met iets waar je niks mee te maken hebt. Tja, sommigen maken het wel heel bond. Ik vraag nou, waarvoor gewoon... doe je nu wel rustig aan? Ik snap ik je niet. Ik vraag gewoon waarvoor hij me filmt. Hij staat met een... Nee, je doet het ik vraag inderdaad waarom hij die 16-jarige jongen filmt. Ik vind het gewoon raar dat er zoveel mannen om me heen staan. Maar je weet geen eens waar het om gaat. Dat vraagt hem het op een normale manier. Had je, had je antwoord gekregen. Maar... Hij wordt uiteindelijk meegenomen voor het beletteren en belemmeren. En voor de orde en veiligheid. En nou, wordt voorgeleid. En dan krijgt hij gewoon zijn bonnetje en dan mag hij weer naar huis. Als de man was weggelopen, was er niks aan de hand geweest. Maar zijn bemoeienis, zijn grote mond en zijn losse handjes zorgen er nu voor dat hij wordt aangehouden. Ja. Zit wel een klein mesje erin, hoor. Een klapbare mesje. Ik heb hem gezien, hij is helemaal onderin. Ja, dat hij er niet bij kan. Ja. Morgenochtend dan is het, heb je gewoon spijt. Maar dat zei hij eigenlijk al toen hij aangehouden was en de handboeien om had. En we stonden te wachten op de arrestantenbus. Zei hij al van, ik ben dom bezig geweest. Ik had gewoon door moeten lopen. Ja. Hopelijk leert de man van deze fout en bemoeit hij zich de volgende keer niet meer met andermans zaken. De jongeman die door de nooddeur liep, kreeg overigens alleen een waarschuwing. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.